Het aanpassen en plaatsen van de borden is voor Rijkswaterstaat een heel karwei. Duizenden in het hele land en zo'n 100 in Flevoland. Het is een, wat dat betreft wel een megaklus. We moeten meer dan 4000 verkeersborden in heel Nederland aanpassen. Dus dan kun je wel praten over een hele grote klus, ja. Diederik Fleuren was dat van Rijkswaterstaat. Een klus die je niet zomaar in een paar dagen doet en de nodige voorbereiding vergt. De aannemers zijn al een aantal dagen bezig, ruim anderhalve week, met het plaatsen van verkeersborden. Die zijn alleen nog afgeplakt. Want pas als de tape eraf is, dan gaat de snelheid in. En dat zie je eigenlijk nu vanavond gebeuren. Nu worden de eerste borden zeg maar, vrijgemaakt van tape. En dat gaan we de komende dagen helemaal doorvoeren. En vanaf aanstaande maandag om 6 uur, dan is het een feit, dan is heel Nederland rijdt nog 100 overdag op de snelweg. Ruim 85% van de borden staat er dus al afgeplakt langs de snelweg. 3 dagen hebben ze nog om de resterende 15% van de borden aan te passen of te plaatsen. Voor aannemer Robert van Doorn worden het drukke dagen en nachten. Ja, het is vooral nachtwerk en daarnaast op zaterdag en zondag ook overdag. Gaat het verkeer er last van hebben? Nou nee hoor, we kunnen de werkzaamheden gewoon doen met rijdende afzetting. Dus het verkeersaanbod is in de nacht en in het weekend een stuk minder. Dus het verkeer ziet ons wel werken, maar er zal geen verkeersopstopping plaatsvinden omdat wij die borden omwisselen. Maandagochtend als alle borden omgewisseld zijn, mogen we nergens harder dan 100. Maar let op, waar vandaag nieuwe borden staan, mag je nu al niet harder dan 100. Dat wordt dus ook voor Fleuren van de Rijkswaterstaat even wennen. Ja, het zal wel moeten. We hebben afspraken gemaakt. Als er een bord staat van 100 km per uur, dan gaan we 100 km per uur rijden. Dat wordt wel een uitdaging, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik heb me laten vertellen dat als je het een week probeert, dan ben je gewend en dan wil je niet anders meer.